Weinig mensen zullen het weten. In Ede ligt een echt moerasgebied. Hoewel echt? Niet helemaal, maar met een beetje fantasie kun je het ervan maken. Op de Noordginkel, achter de Heidebloemplas, ligt een gebied met ruigte. Grote, grove dennen en beuken voeren er de boventoon. Het gebied kenmerkt zich door kleine hoogteverschillen. Bij hevige regenval vormen zich in de diepere stukken grote waterplassen. Het normaal droge grasland verandert ineens in een drassig gebied. Watervogels, insecten en amfibieën vestigen zich er kortstondig. Het moerasgebied ontstaat. Een van de vogels die zich hier thuis voelt is de nijlgans. Zo'n 20 jaar geleden zag men voorzichtig de eerste nijlgans in ons land verschijnen. Waarschijnlijk ontsnapt uit foyeres. Inmiddels is het een van de meest algemene ganzen van ons land. Niet iedereen is er echter blij met de vogel. Omdat hij hier van nature niet thuis hoort en ze mogelijk een bedreiging vormen voor onze eigen grauwe gans, zien sommigen hem liever gaan dan komen. Een eindje verderop zitten een aantal vogels druk te praten in de jeneverbes. Het zijn kneutjes. Kneutjes kan je het hele jaar in ons land wel tegenkomen, maar zo pratend in de struiken zie je ze vooral in de zomer. Het zijn gezellige vogels die vaak in kleine groepjes over de heide rondtrekken. Het mannetje is het mooist. Met zijn roze-rode borst en een beetje rood op het voorhoofd probeert hij indruk te maken op een vrouwtje. Het vrouwtje heeft de roze-rode kleur niet. Ze lijkt onder de indruk van het mannetje, terwijl ze enkele boompjes verder zit. Beide vogels proberen indruk te maken op elkaar, maar op een echte ontmoeting moeten ze nog even wachten.